Hallo, ik ben Dominique en ik speel de stem, of ik ben de stem van Teddy in de avonturen van Nono. Een kleine stap voor Teddy, een grote stap voor onderbosmeren. Ik ga samen met jullie een papieren bootje maken. Samen met het knutselpakket van Nono en zijn avonturen. Wat hebben we nodig? Dat is uiteraard een blad papier. We vouwen dat papier dubbel. Heel belangrijk dat die lijnen lekker strak getrokken worden. We vouwen dat gehalveerd papiertje nog eens dubbel. Zo, ook hier weer lekker strak die lijnen. Dan leggen we dat terug open. En belangrijk is, de onderkant moet zo zijn dat het papiertje open is. Belangrijk. Dan, de flapjes, de uiteinden, vouwen we naar de middenlijn toe. Mooi tegen de middenlijn aandrukken. Ook alweer lekker strak aantrekken. Doen we net hetzelfde langs de andere kant. Voilà. Goed, dan de onderkant. De onderboord zal ik maar zeggen. Vouwen we tegen het driehoekje aan. Ook weer lekker strak aantrekken. Dat is trouwens het codewoord van vandaag. Strak. En dan doen we dat langs de andere kant net hetzelfde. Dan hebben we een hoedje. Maar we gaan geen hoedje maken vandaag, we gaan een bootje maken. Dus wat doen we? We plooien dat hoedje tot een vierkant. Zien dat de flapjes mooi over elkaar liggen. Voilà, doen we aan deze kant net hetzelfde. Krijgen we een vierkantje. Dan, met de onderkant van dat vierkantje gaan we nu terug een driehoekje maken. Dus we vouwen dat terug. Ziezo. Andere kant net hetzelfde. Ziezo. Dan hebben we een driehoekje. Belangrijke stap. Dat driehoekje moet terug een vierkantje worden. En dat doen we zo. Voilà. Drukken we lekker strak aan. En dan nemen we het ene uiteinde en het andere uiteinde. En plooien we dat tot een mooi papieren bootje. Tadaa. Nu, als je dat filmpje nog eens wil herbekijken, dat is geen probleem. Maar ik zal zeker aanraden om naar de avonturen van Nono te gaan kijken. Ik ben benieuwd. Tadaa.